En vandaag ben ik op bezoek bij iemand voor dit interview van Hoe is het met de liefde? Ben ik gefietst naar Noordwijkerhout en ik zit tegenover Jan Brouwer. Hoi Jan. Hallo. Dan gaan we het hebben over de vraag der vragen, noem ik het altijd. Hè? Hoe is het met de liefde? En voordat we begonnen zei ik van ik vind het leuk om jou te interviewen, omdat je hebt gewoon sowieso meer levenservaring. Want je bent hoeveel lentes? Moet ik dat allemaal vertellen? Nou, het is in ieder geval een aardig eindje op de reep. Maar ik ben wel bij de kwetsbare groep. Ik ben 80. Je bent 80. 80 lentes in Noordwijkerhout. Ja. En hoe lang woon je al in dit huis waar we nu zitten? 20 jaar. Ben je een echte Noordwijkerhouter? Nee hoor. Ik ben echt van oorsprong een Hagenaar. Geen Hagenees, maar een Hagenaar. Oh, daar zit een verschil tussen. Ja. Beetje netjes, een beetje binnenstands. En voel je intussen een beetje ingeburgerd hier in Noordwijk? Ja hoor. Ik woon hier eigenlijk totaal al 45 jaar. En 45 jaar is toch wel zo dat je heel veel mensen hebt leren kennen. Ook heel veel bezigheden hebt gehad. Alle soorten functies en dergelijke. Weet ik wat allemaal. Laatste politiek. En dat maakt je ook wel apart, weer dat je daardoor veel mensen leert kennen en het hele dorp leert kennen. Ja, 45 jaar is een hele tijd. Ja. En in dit huis 20 jaar. In een ander huis dus nog ook langer gewoond. En je hebt hier gewoond met je vrouw. Ja. Je vrouw is overleden. En hoe lang geleden is dat? Dat is 4,5 jaar geleden. 4,5 jaar in juni heet het. 2016, dus een aardig eind terug. Ja, dat was eigenlijk, we kenden elkaar op dat moment al 50 jaar. Wat een tijd, hè? Net niet gehaald om de 5 jaar huwelijk te vieren, maar dat was iets wat toch, omdat we elkaar langer kenden, toch 50 jaar geworden. Wat vond je leuk aan haar? Wat? Je moet toch iemand heel erg leuk vinden? Ja. Wil je daar bijna 50 jaar mee samen door het leven te wandelen? Ja. Om iets geks te noemen, toen ik haar leerde kennen, was op een dans. Iets van feest, een danscursus. Toen viel ik op haar enkels. Die waren allemachtig prachtig. Ja. Ene stevig, lekkere Engels. En verder was ze slank en ze kon leuk dansen, zo leuk lachen en alles is dat perfect. Ja, was dat, echt, je werd echt verliefd. Jullie waren echt verliefd op elkaar. Met helemaal de vlinders in de buik en de hele mikmak. Ja, mikmak, alle hele mikmak mee. En dat is leuk geweest. En daardoor hebben we ook 3 kinderen gekregen. Drie kinderen. We zijn eerst in Benthuizen gaan wonen, toen daarna in de Noordwijkerhout. Omdat Corrie, zo heet ze, veel last had van hooikoorts en allergieën en zo. Dat zij woonde aanvankelijk in Scheveningen. En daarna zijn we naar binnenland verhuisd, ietsje, bij Zoetermeer. En vervolgens weer terug hier naartoe, langs de kust. Omdat dat zo voor de allergie en voor de hooikoorts een stuk prettiger is. Ja, de frisse zeelucht, bedoel je dan? Ja. Nou, het fascineert mij altijd hè, als mensen zo heel lang bij elkaar zijn. Ik denk, in het begin heb je dan die verliefdheid en dan je viel op de prachtige stevige enkels en de leuke lach. Er is iets van chemie dan. Hè? Ja. En dan is dat dan de chemie die je altijd blijft verbinden hè, door alles heen. Want je komt natuurlijk van alles tegen in het leven. Of is dat toch een liefde die zich dan verdiept? Hoe zie jij dat? Wat heb je daarin ontdekt met haar? Met haar? Ik heb gemerkt dat als je dingen met elkaar meemaakt, die gewoon wat moeilijker liggen in het leven, dat je daardoor de liefde weer oppakt. Dat klinkt gek misschien, maar als je een leven hebt wat heel vanzelfsprekend is, iedereen weet zo dat ze een leven ook heel gladjes kan verlopen. Ja, dat je dan, gewoon zo je alledaagse dingen doet. Is het wat anders dan dat je iets meemaakt tussendoor. En wij hadden het probleem in ieder geval. Onze tweede dochter was een syndroom van Down. Syndroom van Down wil zeggen dat je op een heel andere manier dan het leven gaat bekijken.
En dat was een meisje, we hadden trouwens 3 dochters, daarna nog een dochter gekregen. Maar juist die middelste, die gaf zoveel energie, maar ook, vroeg ook veel. En hoe heeft dat, jij zegt van, je gaat daardoor het leven anders bekijken. Hoe bekeek je dan het leven voor haar geboorte en hoe dan daarna? Van wat heeft het jou dan veranderd? Het is eigenlijk een hele omslag. Dat gaat toch wel vrij snel om achter elkaar. Je ziet opeens dat dat gebeurt. Je had er nooit mee rekening gehouden. Alhoewel je wel om je heen wel mensen met een verstandelijke handicap ziet. Maar dat het jezelf overkomt, dat is altijd apart. En dan ga je opeens iets ervaren. En die ervaring was eigenlijk, dat heb ik niet over het liefste naar Corrie toe, maar de verandering die ons alle twee trof. En dat zo'n kind iets is wat je nauwelijks en kan begrijpen dat die ook er is. En dat het zo'n mooi kind is. En dat je eigenlijk door zo'n kind bij je in je gezin te hebben, je heel veel dingen leert. En heel veel dingen meemaakt en verandert. Misschien heeft zij jullie wel meer geleerd over de liefde, of niet? Ja. Is dat, ja? Ja. En dan heb je een kind wel toch meer zorgen, ook meer zorgen gevraagd. Ja, ja. Wat anders loopt dan bij andere kinderen. Is dat dan... dan voel je veel liefde voor dat kind. En ik kan me zo voorstellen dat het dan ook dat je dan elkaar als partner wat uit het oog verliest. Of juist niet. Juist niet. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dan was het wel zo in die tijd dat mijn vrouw hoefde niet te werken. Want ik was kostwinner. Dus, dat paste ook nog wat meer in het tijdsbeeld. Ja, helemaal. Ja. En dat was wel handig, makkelijk ook. Want ik kon rustig mijn gang gaan en zij kon haar gang gaan. Maar die Linda, die ging er ook naar dagverblijf, dat soort, en de gewone school, althans gewone school, de ZMLK-school. Dus ze was wel overdag weg. Ja. Maar daarna in het weekend en 's avonds, dan natuurlijk wel in huis. Dat betekende eigenlijk dat je toch een beetje een eigen soort leven kan opbouwen. Ja. En dat is wel iets wat ze elkaar gegund hebben om dat leven zelf te maken. Wat liet Linda jou zien? Oh, dat is een heel treffende vraag, want dat ziet niet iedereen daaraan. Maar ik zie er iets aan dat zij een stuk gave heeft, waardoor zij een veel puurder in het leven staat dan je zelf graag zou willen. Als je bijvoorbeeld een soort contact met iemand hebt en je ziet iemand daarop terugkomen, die zie je op dat moment niet echt goed reageren, dan zie je dat als je datzelfde contact, diezelfde vraag zou voorleggen bij haar, dat, tegenover Linda, dan zag je die puurheid vanuit direct in één oogopslag binnenkomen. Dus dan weet je gewoon dat wat die ander wegzet, verbloemt, zij eerlijk helemaal laten zien. Onbevangen. Onbevangen. Ja. Ben je door haar komst zelf ook wat meer onbevangen geworden? Doordat zij dat dan voordoet? Ja, zeker. Want ik had een... meestal ging ik in het weekend wat met haar doen. En ik heb op een zeker moment versierd dat ik een tent op kon krijgen, kon kopen. Die tent heb ik samen met haar veel gebruikt. En ik ging vaak met haar fietsen of ging wandelen in het dorp. En het kon me niks schelen, want ik had overal voorrang. Je nam voorrang. En men zag dat gewoon. En dan ben je zo makkelijk met zo'n kind eigenlijk. Dat maak je ook heel erg heel erg sterk ook. Doordat ik weet dat in de landen in Oost-Europa, want daar ben ik ook een aantal keer geweest, zodra een kind geboren is met een syndroom van Down of een verstandelijk handicap, dan wil de man dat niet weten. Dus de vrouwen die gaan steeds daarmee door, die gaan die zorgen voor dat ze zorgen. En de vader verdwijnt wat meer uit beeld. En die verdwijnt ook echt helemaal soms. Ja. En dat soort dingen gebeuren hier gelukkig niet in ons land. Maar
Het is wel iets wat je, als je dat later ervaart en ziet, beleeft, heel wel merkwaardig is. Ja. Ik denk dat eigenlijk we altijd heel veel kunnen leren van jonge kinderen, hè, hun onbevangen en puurheid. Ja. Maar misschien, zo te horen was het bij Linda, misschien in het kwadraat. Ja. Onbevangenheid en puurheid in het kwadraat. Ja, het is een, het was ook een mooi kind. Ze kon fietsen, ze kon zwemmen, ze kon een beetje praten, een beetje niet zo erg best, maar goed, dat heeft niets. Ik weet niet of je dat programma ziet van de boek. En zij raakt jou nog steeds. Ja. Je kan het echt zien aan jezelf. Ja. Wat een geschenk om dat te ervaren in je leven, zo'n kind dan te krijgen. Ik heb wel eens gezegd, ik ben ook bestuurslid geweest van de oudervereniging, landelijk. En toen, van wat voor oudervereniging? Voor toen heet het ouders met kinderen van... Ja, verstandelijk ken ik ook. Oké, ja. En die... Dan moest ik ook vaak een zitting voorbereiden, of een bijwoner, of een lezing houden, of een voorzitter, wat dan ook. En ik heb wel eens een keer gezegd, ik gun jullie eigenlijk allemaal een gehandicapt kind. Want daardoor kom je zoveel meer binnen, wat je krijgt, wat je anders niet zou krijgen. Ja. Ja, dan moet je niet te veel zeggen, dat soort dingen, want er zijn ook andere mensen. Voor sommige mensen misschien heel moeilijk begrijpbaar. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Nu is Corrie is 4 jaar geleden overleden. Hoe gaat dat dan met de liefde, zeg maar, tussen jullie, zo aan het einde van haar leven? Ja. En misschien ook dat Linda is overleden, je dokter. Ja. Van hoe gaat dat? Hoe gaat het dan met jou in zo'n afscheidsproces? Hoe doe je dat? Nou, laat ik beginnen met even... het overlijden van Linda, dat is 30 jaar geleden trouwens. Hoe oud was zij toen? 19. Toen kon ik eigenlijk op het graf wekenlang niks zeggen. Het zat er echt een brok in. Zo keel. Echt vast. Echt helemaal. Ja. En dat met de Corrie niet gehad, dan was je waarschijnlijk al aan de dood gewend. Maar je hebt dan zo'n kind toch in je doodarmen gehad. In je armen gehad. Ja. En dan heb je een ander soort relatie ook. En dan voel je dat heel erg sterk bij jezelf. Maar bij Corrie was het heel anders. Want die lag boven je bed. En die heeft gewoon die dood tijden van tevoren ook herkend. En beleefd en afscheid genomen. Dus dat ging anders. En dat gedeelte met jou, waardoor het een zachtere overgang is. Ja, ja, zeker. Dat was een jaren het geval natuurlijk. Want ze had een vrij lang ziekbed, of een soort ziekte, een Parkinson en een kanker. En dat zijn dingen die niet zo maar aankomen. Die maken ook dat je geleidelijk aan naar een soort einde leeft. En dat einde leven, dat had zij heel goed door, want mentaal was ze helemaal goed. Ja. En dat maakt het ook. En wat heb je nou? Je zegt van, ik heb dan wekenlang bij het graf van Linda gestaan met een brok in de keel. Ja. Wat gebeurt er met dat brok in de keel? Heeft dat dan tijd nodig? Of wat is daarin? Wat heb je daarin zelf? Dat is gelijk aan weggegaan. Dat is gelijk aan weggegaan. Dat moet je ook als je dus dit soort dingen beleeft, als je het vaak met elkaar bespreekt, vaak laat horen, vaak, je confronteert zelf met wat je meemaakt, dan wordt het ook steeds makkelijker. Als je alles maar wegdoet en niet wil beleven, dan maakt het steeds moeilijker. Ja, dus echt ervaren dat je een brok in je kind hebt en dat het tijd nodig heeft. Ja, en dat zeg ik ook altijd tegen jou ook, dus dat gebeurt toen. En die brok in de keel, ja, je kunt haar een beetje herkennen aan de Elias, de vader van Johannes. Nou, vertel. Ja, uit de Bijbel. Ja, wat dat weten niet alle mensen en ik weet dit verhaal ook niet. Want die werd gezegd, zijn vrouw werd gezegd, Elisabeth werd gezegd, je krijgt een zoon. Een zoon krijg je. En hij dacht, zoon, hij moet anders heten. Nee, hij moet Johannes heten. En hij raakt op dat moment verstomd. En ik heb dat wel eens een keer anders uitgelegd gehoord van de
En pas toen hij geboren werd, toen kwam zijn spraak terug. Hij was zo geschrokken van dat hem was aangezegd, want zijn vrouw was veel te oud, maar ging toch, kreeg toch een kind. Het wonder geschiedde. Het wonder geschiedde. Ja. Maar goed, ik haal er even de Bijbel bij, want is het niet voor iedereen natuurlijk toegankelijk. Maar soms haal je wel eens dingen uit zo'n Bijbel of uit dat soort andere geschriften die best wel iets toe doen. Ja, dat vind je helpvol. Dat kan helpvol zijn. Ja. Er zijn meer dingen die je zo in het leven tegenkomt die heel erg je helpen. Ja. En het zijn ook de ervaringen. En door de ervaringen die je binnenkrijgt, daardoor wordt eigenlijk je leven zo mooi. Ja. Zo merk ik dat natuurlijk. Ja. Want sinds Corrie dus overleden is, 4 jaar geleden, was op dat moment voor mij het punt, ja, wat moet ik doen met mijn leven? Wat zal ik doen? Want je zei net van dat je met Linda, dat het leven echt wel veranderde, dat het iets in jou veranderde. En is er ook een soort Jan, voor het overlijden van Corrie en na het overlijden van Corrie? Heb je het idee dat je... Dat je heel erg veranderd bent dan? Ja, ik ben uiteindelijk toch in al die jaren wel sterk veranderd. Want ik ben van huis uit christelijk opgevoed, hervormd destijds. En dan doe je allerlei dingen en dat hoort een beetje bij het patroon, maar je gaat geleidelijk aan afleiden. Omdat je andere levensvragen jezelf stelt. En dan blijkt opeens dat die andere levensvragen jou veel meer helpen. Dat er veel meer op binnenkomt. En dat heeft ook te maken met de dochter van Linda, die anders is dan anders. En dan zie je ook in de schepping alles opeens tot stand komen. En dan zie je ook dat ze, of je voelt ook dat er een verandering bij jezelf komt. Een verandering in het kijken naar de mensen, kijken naar de liefde ook. Wat is liefde op dat moment? Hoe zie je dat nu? Je woont alleen en je hebt een vriendin. Ja. En hoe zie je dan de liefde? Ja. Ik ben nooit zo lang bij iemand geweest om daar dan ook afscheid van te nemen. En dan langere tijd alleen wonen. En dan, wat is dan liefde eigenlijk? Wat is het voor jou? Je ziet hier die bloemen staan. De bloemen zijn uitgebroeide droppeltjes. Ja, en dat is zo staan miniem, hier op tafel. Zo klein, zo miniem. En als je daarvoor voelt wat dat is, en dat het ook liefde is. Ja. Dat is ook liefde. Ja. En dan kan er alleen maar alles wat eraan vastzit, alles wat groeit, is liefde eigenlijk. En eigenlijk zijn wij allemaal een stuk liefde. Ik denk dat we zo dan... het woord liefde is eigenlijk zo verbasterd in allerlei soorten termen natuurlijk. Echtpaarliefde, partnerliefde, romantische liefde en dergelijke, dat kan ook wel. Maar er is ook altijd nog een soort liefde die daar helemaal bovenuit zegt. En dat vind ik het mooiste eigenlijk wat ik in die loop der jaren heb beleefd en gemerkt. Is dat iets wat je dan de laatste jaren meer bent gaan ervaren? Of ook wel daarvoor? In de tijd dat ik getrouwd was, heb je natuurlijk altijd een partner waar je mee praat en waar je dingen mee doet. En dat blokkeert, ik zeg het beetje hard, dat houdt soms iets tegen wat je misschien zelf ook zou willen. En dat heb ik niet meer. 4 jaar geleden is er overleden, die vaste relatie. Van, met allerlei vaste gewoontes die daaraan vast zaten, bedoel je zo? Ja. En die losheid, die heb ik pas toen ervaren. En toen ben ik rondgekeken. Toen kreeg ik opeens een eerste vriendin. En dat was ook 2,5 jaar lang. Die me zoveel ook bijbracht. Op de weg bracht van de spiritualiteit. En van mooie dingen die je ook kunt beleven. Die samengaan met mooie dingen die je lijfelijk ziet, fysiek ziet. En ook de meer spirituele dingen. En bij de Rozenkruis is dat een soort groepering waar ik wel vaker kom in Haarlem. Daar gaan ze nog een stap verder. Daar willen ze nog meer daarover vertellen. En dan krijg je iets wat bij je binnenkomt. Ik denk, hé, en die mensen zijn allemaal zo lief en aardig.
Dat je dan denkt, daar komt liefde uit naar voren. Want die voelen echt die liefde sterk. Ja, overstijgend zeg maar. Ja. Dus niet alleen die romantische liefde. Nee, maar, zeker niet. En dan merk je ook wel dat de romantische liefde best wel ook mooi is. En die gelukkig heb ik nu weer de andere vriendin. Ik haal er een beetje in. Je bent een bofkont, ja, volgens mij, Jan. Ja. Maar goed, en dat is ook iemand die heel erg bezig is met spiritualiteit, met hoe je in het leven staat, ook wat dingen meegemaakt. En ze is wat jonger, maar dat geeft niet. We hebben zoveel mooie dingen die je met elkaar beleeft. En dan kan je, als je thuis bent, alleen, kan je gewoon je eigen dingen weer doen. En kan je ook jezelf weer een beetje herpakken. Want die romantische liefde is zo mooi. Maar je moet ook je herpakken. Je moet even zien hoe je op dat moment. Ja, na het samen zijn, zeg maar. Als je dan tijd hebt met je vriendin samen, vind je het ook fijn om weer alleen te zijn. Ja, heel erg. Ja. En dat hebben we gelukkig alle twee. Ja. En dat maakt het ook meer losstaat. En dat je zelf je eigen ontwikkeling meer kan volgen. En volgen, dat is gewoon het pad wat voor je uitgestippeld wordt. Dat kan ik niet maken. Ja. Dat loopt vanzelf. En dat is ook de mooiheid van wat mij al die jaren gebeurd is. Toen Corrie overleed, was voor mij iets heel apart. Wat een stuk, ik wil niet zeggen eenzaamheid gaf. Maar wel alleen zijn gaf. En alleen zijn brengt je eigenlijk op het punt van, ik ben verlamd in de mogelijkheden. En plotseling heb je iets te pakken wat die mogelijkheden vorm geeft. En die vorm die ja, dus eigenlijk zei je net van, aan de ene kant is zo'n vaste relatie, ja, dat het je ook wat kan inperken. Ja. En dan zonder die inperking heb je opeens zoveel ruimte, ja, dat je even niet weet welke beweging te maken. Ja, ja, ja. Ja. En dan heb je gelijk ook die manier van leven voor ogen. Van, ik kan het alleen doen. Ik ben mezelf. Ik kan voor mezelf zijn. Ja. En daar moet ik van uitgaan. Ik had het vorige interview met Petra Turkenburg. Ja, zij is een kunstenares. Zij zei, ik ben op mijzelf genoeg. En de romantische liefde is de kers op de taart. Is dat hoe jij het ziet? Of ben je meer. Het lijkt erop soms alsof we twee lichtingen hebben, zeg maar. Twee groeperingen. En dat de ene groep mensen zegt, ja, een man en vrouw samen, dat is pas het complete beeld, zeg maar. Hè? Omdat je dat een, als man zijnde, dat je dan een vrouw nodig hebt om je heel te voelen. Ja. En de andere lichting lijkt meer van. Dat het gaat om zelfliefde en ik heb een fijn leven. Ja. En alles wat ik daarbuiten nog dan met iemand anders doe, dat vind ik fijn, maar is niet per se nodig. Mm-hmm. Jij hebt allebei de kanten ervaren, hè? Meer traditioneel huwelijk en nu meer alleenwonend en daarnaast een vriendin. Hoe zie jij het? Hoe kijk je naar die romantische liefde? Ja. Hebben we dat nodig om te ervaren? Of, Als ik dat. Ik probeer het zo wat plastisch voor te stellen. En dat is. Nou, kom erop. Als je 15 jaar lang met je vrouw in je bed ligt. En er komt opeens na zoveel tijd. Als je alleen bent. Iemand anders te liggen. Dan is dat iets wat. Iets. Bij je je een soort besef geeft van, hey, mag ik dat wel? Ja, ja. En ik heb komt een soort schuldgevoelens of zo. Zoiets, ja. Ja. En dan, naar jezelf toe of naar Corrie toe? Nee, of naar andere mensen? Nee, naar mijzelf toe. Naar jezelf toe. Ja, alleen op zo. Ja. Mag dat kunnen wel. Mensen toch gebukt gaan aan hun schuldgevoelens, ja. Nou. Maar gelukkig, ik ben vrij positief van de instellingen. Dat is misschien wel eens een keer gehoord of gemerkt. Maar in ieder geval, dan ga je er bij jezelf na. En ik heb een leven. En ik heb natuurlijk destijds een leven opgepakt met iemand. 50 jaar geleden. Ja. En dus als het over is, en het kan altijd gebeuren. Over 100 jaar is er weer een andere situatie. Maar nu ben ik hier nu
Ik mag maken van mijn leven wat ik wil. En je mevrouw, mag maken van je leven wat je wil. Ja. Ja. En mevrouw zei al destijds toen ze nog leefde: Jan, je vindt wel een leuke vrouw. Die vind je wel, vast wel. Echt, zei ze dat? Ja. Oh. Dus, en wat zei jij toen op dat moment? Wat was altijd jouw antwoord aan haar, toch? Weet je dat nog? Ik was er niet mee bezig. Ik was er niet mee bezig. Dat was iets dat overbodig was. Maar het was wel iets wat bij mij trof. Want dan pas merk je dat wisseling van contacten... Ik zeg het even een beetje moeilijk hoor. Maar een wisseling van het veranderen van contacten... Dat het dus toch des mensen is. En ja. dat is menselijk. Ja. En dat mag ook. Ja. En dat is allemaal via een... Volgens je goede moraal doet. Je hebt er geen, geen slechte ideeën over. Je gaat geen scheve schaatsrijden of zo. Je doet allemaal volgens je normale moraal. Je kent het. Nou, dan is er niks aan de hand. Ja. Dan mag het ook. Ja. Ik denk dat het je ook enorm verrijkt. Als je in je leven meerdere relaties hebt gehad met iemand. Met mensen die echt heel dichtbij je komen. Ja. Ja. Want ieder mens raak je toch weer op een andere laag, op een andere manier. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ben je een beetje uitgeleerd in de liefde, denk je? Nou, in ieder geval ben je zeggen dat we het zo lang mogelijk volhouden. En dat is al heel mooi dat ze zo ervaren en zo onderkennen, alle twee. En we zijn de weekenden bij elkaar. En dat gaat voortreffelijk goed en leuk. En, ja. Dat zijn de... Dat zijn allemaal kersen eigenlijk. Allemaal kersen. Nu zei je aan het begin van het gesprek, wil ik toch nog even op terugkomen. Jij zei, je hebt in de politiek gezeten. Ja. We leven in een veranderende tijd. Want we nemen dit interview op tijdens de coronatijd. De tweede golf, zeggen ze. Mm-hmm. En hoe zie je daar nog liefde? Hoe ervaar je dat nu? Hoe is het met de liefde? In de politiek, in de wereld. Ik maak me er niet echt zorgen om. Omdat ik weet dat al die dingen overgaan. Op een andere manier weer tot stand komen. Dus het komt, alles komt goed zo, een beetje zo? Dat is heel sterk gezegd. Ja. Wat is goed? Dat is ook maar de vraag van wat je als goed beschouwt. Ja. Sommigen zeggen van, hé, het is een golfbeweging waarin we ons begeven. Ja. Er is altijd een crisisperiode en dan komt het ook, en dat buigt weer terug. Ja. En andere mensen zeggen, we leven echt in een transformerende tijd. We gaan naar echt een nieuwe tijd toe, zoals we die nog nooit hebben gekend. Ja. Wat geloof jij daarin? Ja, dat laatste is iets waar ik ook steeds de laatste tijd veel meer van hoor. En ook bemerk dat gegeven van in Amerika... Dat heeft een ander soort wending gehad door Biden die nu aan de beurt is. Ja, die de verkiezingen heeft gewonnen. Ja. Nou ja, dat hangt nog een beetje in de lucht. Ja. Ja. Maar ik geloof dat het wel doorgaat. Maar ja. Die heeft eigenlijk een soort heel drastisch ander plan geformeerd ten opzichte van Trump, zoals die het inzette. En ik wil niet zeggen dat het... het gelijk dan de hemel op aarde wordt, zeker niet. Maar het zijn inderdaad golfbewegingen. En ik zie ook door dat wat Trump allemaal aangedaan heeft, veel mensen zijn anders gaan kijken naar hun leven. En de invulling van de maatschappij in Nederland, andere plaatsen ook. En dan zie je dat inderdaad er een beweging op komst is van veel jongeren. Ik denk merendeels de 40, 50-jarigen, die ook zich beseffen dat het anders moet. En dat merk je aan de, ja, ik moet daar iets van, er is een soort Aquarius-gedachte, van een soort hemellichaam. Ja, van dat we echt naar een nieuwe tijd gaan, hè? Aquarius-tijdperk, die opkomst is. En dat zou best samen kunnen vallen met die ontwikkeling die daar ook geweest is. Dus ik heb wel een beetje goede hoop, maar ik zit er niet over te... Je bent er niet zo mee bezig. Nee. Nee, ik zie het, ik volg het, ik vind het mooi dat allemaal dat de dingen gebeuren. Dat soms ook hele slechte dingen gebeuren, maar de leren mensen juist zo. Ja. Zonder iets wat gebeurt,
kunnen ze nooit iets leren. Nee, nee. Van de week vroeg iemand aan mij ook van, geloof jij dat ook echt? Hè? Dat we ook echt, sommigen zeggen van 3D naar 5D, of we gaan naar een hardgedragen tijd, of een leven wat meer klopt, of een leven in liefde, nou hoe je het maar noemt. En toen dacht ik, nou eigenlijk is alleen al dat je er helemaal niet zeker hoeft te weten, maar alleen al het geloven, zeg maar, hè, dat die gedachten met me meenemen, dat stemt mij zo hoopvol. Mm. En eigenlijk is het meer de hoop dat we echt toegroeien naar een andere tijd, die maakt dat ik nu in mijn leven nu al andere stappen zet, of dingen op een andere manier doe. Ja, ja. Omdat ik echt voel van, ik ben niet alleen. Ja. Dus toen dacht ik, ja, als iedereen nou gewoon alleen al hoopt, dat we toegroeien naar een andere tijd. Ja. En we gaan allemaal zo in ons eigen tuintje, ons eigen stukjes en stapjes zetten. Ja. Om dat goed te onderhouden. Dan groeien we inderdaad toe naar een andere tijd. Ja. Dan wordt het leven anders. Ja. 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 Ik denk heel veel dingen zo langs die weg, zoals jij zegt, zullen gaan. Ben jij zo hoopvol? Ja. Ook? Ik zie gewoon de mens heeft gewoon zo'n mooie gave. De mens heeft liefde in zijn hart zitten. Dat zit er. Dat is de gave. Dat is de gave, die heeft het zo. En je kunt lang en kort praten, maar als mensen onder druk staan, dan zien ze dat niet meer. Maar als ze bewust zijn wat, wat bij hunzelf is, en dat merken steeds meer dat mensen naar zichzelf gaan, kijken wat er bij hunzelf gebeurt, dan blijkt dat veel meer dat ze naar buiten komen van, hé, er is meer goedheid, meer liefde bij mij in. En die liefde kan ik gebruiken. En als ik die liefde gebruik, dan is de ander voor mij een stuk acceptabeler. Dan is de ander voor mij ook liefde. Ja, komt ook meer respect, denk ik ook. Voor jezelf en voor elkaar ook. Dat merk ik bij Cora, dus mijn vriendin, ook heel sterk. Dat ze, we gaan uit van respect voor elkaar. En respect op alle mogelijke niveaus. Je kan natuurlijk wel een rugzak bij hebben met alle soorten dingen. Maar die rugzak mag open van mij. Dat is niet erg. Ja. Maar je kan hem af en toe misschien ook even afdoen. Ook dat. Ja. Maar in ieder geval, en dan laat je al die soorten liggen. En je bent respect voor elkaar. En dat is zo belangrijk als mensen respect voor elkaar weten te hebben. Ja. Dus zijn we daarin, want je hebt het nu over jou en Cora, als je het groter trekt, zeg maar, denk je dat we toegroeien naar een wereld waarin we respectvol met elkaar omgaan? Mensen, ja, ik weet het, is misschien een beetje gechargeerd, maar ik merk wel dat mensen elkaar nu ook een beetje de tent uitslaan eigenlijk. Ja. Hè, op social media en dat hele Biden-Trump gedoe. En, het lijkt er wel op alsof we het ook eerst moeten zien of zo. Hoe bond we het met elkaar kunnen maken. Ja. Om vervolgens daarin een andere houding aan te nemen. Nou, ik kijk. Of is dit van alle tijden? Van alle tijden. En het gebeurt natuurlijk wel dat er golfbewegingen zijn. Die golven die dan weer op en neer gaan. Maar we leven nu in 2020. Dat betekent dat je dan over 3000 jaar 5000, dan zo'n wereld zou kunnen zien die jij schetst. Dat geloof ik niet. Maar ik blijf wel. Ik denk veel eerder hoor. Misschien zelfs echt eerder. Waar, ik ga het nog meemaken. Ja, maar, ik ben hoopvol. Maar ik heb er niet zoveel aan om hoopvol te zijn. Nee, ik heb er wel wat aan. Omdat ik merk van als ik hoopvol ben. Ja. Dan doe ik ook, maak ik ook concreet nu al andere keuzes. Ja, ja. Omdat ik voel dat ik, ja, misschien omdat ik voel dat ik niet alleen ben in mijn beweging. Ja, ja. Dus zonder de coronatijd zou dit interview ook niet plaatsvinden. Nee, nee. Want in die terugtrekkende beweging voelde ik, hé, wat vind ik nu echt belangrijk? Wat heb ik te doen? Ja. Zeg maar. En dat ik mag mensen herinneren aan de liefde. En door met andere mensen daarover in gesprek te gaan. Dus daaruit is dit uit tot stand gekomen. Ja.
Maar als je het hebt over de hoop, dat gaat over een betere wereld. Natuurlijk, ja. Je probeert alles te doen dat die een betere wereld geeft. Wat bij je tot stand brengt. Ja. Maar, als ieder zijn eigen kleine stukje doet, hè, zeg maar. En dat wil nog niet zeggen dat ik dan hoop op een wereld die zo alles heeft geregeld dat iedereen liefde voor elkaar heeft. De hemel op aarde. Precies. Is het een utopie? Dat zie ik niet zo in die vorm van de utopie, maar wel dat we ons daar niet moeten rijk rekenen. Want we zijn mensen. We zijn mensen die ook hun nadelen hebben, hun gebreken, hun afwijkingen. Ook, dus betekent ook tegelijkertijd dat je, als je hoop hebt, dat het meer op de korte termijn is, om met elkaar het leefbaar te maken, het leefbaar te houden. Ja. En of nou je hier op aarde een leven gaat krijgen zonder pijn, zonder schade, zonder misdaad, zonder drugs, zonder gezondheid, dat geloof ik helaas niet. Nee. Iemand zei ook, er schijnt een of ander wetenschappelijk onderzoek te zijn geweest, dat in een ruimte waarin dan niks gebeurt, alles is goed, zeg maar. En er is één knop om op te drukken van dan gebeurt er wat. Al is het een knop die mensen pijn, zelf pijn toebrengt, dan drukken mensen nog op die knop. Het lijkt erop dat mensen drama nodig hebben. Ja, ja. Vinden ze lekker. Ja. Want anders is het saai of dan gebeurt er niks of... toch een soort van, hoe noem je dat, goede tijden, slechte tijden. Oh, ja. Ik weet niet of het nog steeds op televisie of The Bold and the Beautiful. Ja, maar die tendens die zou wel altijd houden. Maar wat mij eigenlijk voor ogen staat, als ik leef nu, en misschien nog 10 jaar, misschien 20, misschien 1. Zeker. Maar in ieder geval, ik voel niet dat ik sterfelijk ben. En wat bedoel je daarmee? Dat ik voel bij mezelf dat ik een soort eeuwigheidswaarde heb. Ja. Ja. En als ik die... De zielswaarde. Ja, de zielswaarde. Ja. En dan ga je heel anders kijken. Dan kijk naar die dan is gewoon dat wat er gebeurt op de aarde. Een andere vorm van samenleven met elkaar. En dat is altijd tijdelijk. Dan leg je na verloop van tijd je stoflichaam af. Ja. En dan mag je het nog een keertje doen, of niet? Wie weet. Ik wil je hartelijk danken voor het openhartige gesprek. Want openhartig, dat ben je. Mm-hmm. En dat vind ik altijd zeer te waarderen. En ik hou van onze gesprekken. Wij kennen elkaar nu een paar jaar. En onze ontmoeting heeft mij ook veranderd. Ja. Dus dank je. Ja, zeker. Ik heb van jou respect geleerd. Dus dank je wel daarvoor, Jan Brouwer. Ja. Leuk. Angela, bedankt voor het interview. Ik vond het erg plezierig met jou dit interview te hebben. Omdat we elkaar inderdaad al een paar jaar kennen. En ook heel veel gesproken hebben ook met elkaar. En de volgende keer zal het waarschijnlijk zijn als we weer wandelen door de duin. En we weer even als weer... bij de kop pakken om elkaar goed te leren kennen. Om de liefde beter te leren kennen. Ja. Dat zijn we meestal aan het doorgronden samen. Ja. Ik kijk er naar uit. Ja. Okay. Dankjewel Jan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Liefdewerk. Ik hoop dat je heeft geïnspireerd om de liefde te onderzoeken. Wil je ook een keer geïnterviewd worden? Laat het me weten. Meer informatie vind je op www.liefdewerker.nl.